stappen en wij zijn gekomen als fysiotherapeut en dat is de app ook doorgegeven en sommigen zijn daar al mee aan de slag gegaan. En voor sommigen ook een oud bekende denk ik, Christian Sloek. Gelukkig afgelopen week hebben we dan nog voor elkaar kunnen krijgen met hem dat hij dit jaar assistent training wordt bij zijn eerste elftal. Dus daar ben ik super blij mee dat hij daarbij komt. Dus bekende van de meesten en ik denk ook wel dat hij met zijn persoonlijkheid wat toe kan voegen aan het geheel. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Voor vandaag is het eigenlijk heel simpel. We lopen vandaag een cyclo ringtest. De groep van 1 die splitsen we in tweeën. En de groep van 2 die loopt het maximaal. Dus de 2 die gaan dadelijk daar met z'n allen aan die kant beginnen. Degene met de hartslagmeter van het eerste elftal die start gewoon aan deze kant. De overige hebben nog rust, kunnen eventjes een balletje tikken. Niet te hard, want we mogen nu als tweede groep aan de slag. Daarna gaat het eerste elftal naar het hoofdveld, doen we een paar trap voor hem als er tijd voor is. En we sluiten af met 2 tot 10 minuten, 11 tegen 11 op. Ja? Meer dan dat is het niet. Daarna lunchen. Snel douchen, want we moeten even zorgen dat we op tijd zijn voor die foto's. En daarna ben je de rest van de middag vrij. Ja? Dus we gaan starten, Petra. Ja, moet je wel. Twee keer, de jongens met hartstikke.